Welkom bij Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken. Dit keer met jullie een blik werpen op Carcata, uitgegeven door Goliath Games. Het is een spel voor 2 tot 4 spelers waar je ongeveer een 20 tot 40 minuutjes mee zoet bent. En in dit spel bevinden we ons op een eiland waar een vulkaan aan het uitbarsten is. En naast de gevaarlijke lava komen er ook juwelen naar boven en die proberen we natuurlijk te veroveren. Terwijl we ook zo lang mogelijk op het eiland proberen te blijven. Uiteindelijk gaat het erom om de meeste punten te verzamelen, want die wordt de winnaar. Dus laten we maar eens een blik werpen op wat er in de doos zit. Het spel is bedacht door Roberto Fraga en wij krijgen de spelregels in verschillende talen, waaronder ook het Nederlands. Even kijken, die zit hier. En de regels zijn duidelijk en simpel opgezet met weer een slimme layout dat afhankelijk van welke taal je spreekt. Dan blader je gewoon een andere pagina open, maar de reference blijft gewoon keurig zichtbaar. Dan hebben we het hoofdbord waarop het eiland staat, waar wij overheen gaan rennen. En verder krijgen wij al deze verschillende lagen die we uitvouwen en rondom de vulkaan zullen gaan plaatsen in een bepaalde volgorde. Je ziet hier zo de getalletjes en die gaan een verhoging vormen. Verder krijgen we de lavategels, de vulkaan zelf die in het bord komt en waarmee we de kristallen gaan lanceren. Voor elke speler zijn of haar miepeltjes. Het zakje met de juwelen, de actiedobbelstenen en de standbeelden. Dat is wat we krijgen in een mooie layout. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld even opgezet voor 3 spelers. Elke speler kiest een kleur. Je krijgt de 5 eilandbewoners in die kleur. En beginnend met de startspeler plaats je er eentje op een van de vakjes op het strand. En zo met de klok mee plaatst iedereen 1 voor 1 zijn of haar meeples. Waarbij er nooit 2 meeples op hetzelfde vakje mogen staan. Dan hebben wij verder de 4 standbeelden, de lavategels, de actiedobbelstenen geef je aan de startspeler en het zakje met de kostbare juwelen wordt aan de zijkant gelegd. Het doel is om zoveel mogelijk punten te verzamelen. Dat kun je aan de ene kant doen door juwelen te verzamelen en aan de andere kant door zo lang mogelijk te overleven op het eiland. Het spel gaat namelijk door tot er een speler is die zijn of haar laatste stamlid ziet verdwijnen van het eiland of als deze schildpadtoken die hier op dit spoor rond het eiland beweegt 2 keer rond is geweest. En dan gaan we kijken wie de meeste punten heeft en dat is afhankelijk van de waarde van de juwelen en hoe hoger je staat hoe meer punten. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, etc. En level 1 is natuurlijk 1 punt waard, level 2, 2, etc. Maar zo zit hem op. Tijd om te gaan spelen. We beginnen met de startspeler en met de klok mee zijn de spelers aan de beurt. En als je aan de beurt bent, ga je dobbelen. En deze dobbelstenen bepalen de acties die je krijgt. Je mag net zo lang doorgaan met dobbelen en dobbelstenen opnieuw gooien als je wilt, met uitzondering van de schildpadden. De schildpadden zijn de symbolen die kun je niet opnieuw gooien. Als je een schildpad gooit, dan leg je die aan de kant. De resterende dobbelstenen zou je wel gewoon opnieuw kunnen gooien. Wat voor afbeeldingen zien we? Nou, laten we gewoon eerst kijken. De schildpad. Voor elke schildpad gaat de schildpadmarker 1 stapje vooruit. Dan hebben wij het rennende figuurtje. Hiermee mag je 1 stapje verplaatsen. Als je meerdere stapjes verplaatst, kun je dat met dezelfde of met verschillende figuurtjes doen. Dan hebben wij de lava. Daarmee komt er lava uit de vulkaan en dat stroomt omlaag richting het water. Daar gaan we zo meteen naar kijken. We hebben de standbeelden. Dan kun je een totem pakken van het eiland en ergens neerzetten. Die houdt lava tegen, vandaar die handjes zo. Of je kunt een standbeeld pakken wat op het eiland staat en weer terugzetten op een van de vakjes aan de zijkant. We hebben de vulkaanuitbarsting en dan pak je een juweel uit het zakje. Die leg je in de vulkaan en die lanceer je. Daarmee probeer je schatten in het eiland te krijgen en spelers omver te tikken. En dat zijn de symbolen die we op deze dobbelsteen zien staan. Laat ik voor het voorbeeld elk symbool gewoon 1 keer hebben, want dan kan ik jullie een beetje wat laten zien. De schildpad, zoals ik al zei, zorgt ervoor dat de schildpad naar het volgende vakje met een schildpad gaat. Dat is gewoon een klok. Als ik wil bewegen, mag ik een stapje lopen. Dat mag altijd naar een aangrenzend vakje. Ik kan niet naar een vakje lopen waar lava ligt. Ik kan niet naar een vakje lopen waar een andere speler staat. En als ik in een vakje terechtkom waar een juweeltje staat, dan pak ik dat op en leg ik dat voor me neer. Mocht hier een juweel liggen, ik doe een stapje
Ik pak het juweel. En dat zijn in ieder geval punten die ik aan het einde van het spel heb. Dan hebben we de lava. Nou, als er lava uit de vulkaan komt, komt dat of uit een van deze posities. En dat gaat altijd in een rechte lijn. Dus als ik hier begin met lava neerleggen, dan gaat die lava vervolgens in een rechte lijn omlaag. Je kunt niet in een rechte lijn naar links of naar rechts gaan. Hij moet altijd stapjes omlaag gaan naar verschillende verdiepingen. Dus dit zou een lavastroom kunnen zijn. Ik heb maar één viesje, dus ik zou maar één dingetje neer mogen leggen. Maar als ik vier lavasymbolen heb, kan ik zo een stroom maken. De volgende keer mag je weer vanuit de vulkaan beginnen. Of vanuit een lavastroom. En die zou je dan bijvoorbeeld weer kunnen vertakken een andere kant op. En elk lavasymbool geeft je gewoon de gelegenheid om ergens één lava te plaatsen. Zodra de lava hier is gelegd, dan heeft hij het eiland een soort van gesplitst. En zo kunnen dus segmenten ontstaan. Lava gaat in ieder geval nooit verder hier de zee in. Maar dat zijn de lavasymbolen. Dan hebben we de standbeeldjes. Nou, die kun je gebruiken als je een beetje bang bent voor de lava hier. En je hebt je meeple staan. Kun je zeggen van nou, ik zet hier een beeld neer. Dan gaat de lava daar in ieder geval niet naartoe. Dan zou die hier verder omlaag stromen bijvoorbeeld. Nou, daar kun je de lavastroom mee blokkeren. Dat is het totemsymbool. En tot slot hebben we de vulkaan. Dat is deze jongen. Daar leg je een steentje in. Je pakt er willekeurig een uit de zak. Dan draai je de vulkaan in een richting waar je wilt. En je kunt twee dingen proberen. Aan de ene kant wil je natuurlijk graag een juweeltje op het eiland hebben liggen, zodat je die kan oppakken. Maar als het je lukt om met zo'n juweeltje een inboorling te raken, dan wordt hij uit het spel verwijderd en gaat hij terug naar de eigenaar. De juwelen, als die eindigen in het water of op lava, dan gaan ze gelijk stuk en terug het zakje in. Maar mocht het juweeltje ergens op het eiland blijven liggen, dan kun je hem dus gewoon gaan oppakken door er naartoe te rennen. Trouwens hetzelfde als je lava kan sturen, zodat het bij een vakje komt waar een eilandbewoner staat, gaat hij ook stuk en terug naar de eigenaar. Maar dat zijn de verschillende effecten van de dobbelstenen. Als je al je dobbelstenen hebt geworpen en je bent tevreden met het resultaat, handel je ze af. Geef je ze door aan de volgende speler. Die gaat net zo lang dobbelen tot hij tevreden is of allemaal schildpadden heeft geworpen. En zo gaan we vrolijk verder. Totdat er op een gegeven moment één iemand is die geen eilandbewoners meer heeft. Dan is het spel voorbij. Of als deze marker één voor de tweede keer terugkomt bij de startpositie. Dan is het spel ook voorbij. En dan gaan we naar de eindscore. Elk juweel is punten waard. Groen 1, rood 2, blauw 3 en de diamant 5. En elke eilandbewoner die je nog op het eiland hebt, is punten waard afhankelijk van het niveau waar ze staan. Dus staan ze op niveau 1, 1 punt, niveau 3, 3 punten, niveau 5, 5 punten, etc. Dat levert de eindscore op en degene met de meeste punten is de winnaar van Karkata. En zo wordt het spel gespeeld. De productiewaarde van Karkata is erg hoog. Je krijgt een schitterend driedimensionaal dik kartonnen bord wat je opbouwt, bestaande uit allemaal borden die je eigenlijk op elkaar stapelt. Dus erg solide en prachtig geprint. En in het midden heb je de plastic vulkaan die op zich prima werkt. Alleen het lanceermechanisme is een beetje zo sterk dat als je hem altijd op volle kracht schiet, dat je diamanten bijna altijd de zee ingaan. Dus daar moet je een beetje mee spelen. Dat is ook op zich aan de andere kant wel weer grappig. En wat ik ook een beetje slordig vind is dat de vulkaan is eigenlijk net te groot voor als je lava tegeltjes hier omheen legt, dan tikt die ze een soort van weg door die neus aan de voorkant. Maar het mechanisme van het spel is heel toegankelijk. Ik zou nog net niet zo ver willen gaan als dat het een kinderspel is, maar het is wel een laagdrempelig spel. Je gooit je dobbelstenen. Afhankelijk van wat je werpt kun je bepaalde dobbelstenen opnieuw gooien, totdat je een resultaat krijgt waar je op hoopt. Maar aan de andere kant ben je volledig afhankelijk van Vrouwen Fortuna en wat ze voor moois voor je in petto heeft. Dus ook al wil je heel hard lopen, het is niet altijd gegarandeerd dat je verplaatsing krijgt. Het blijven dobbelstenen, maar doordat je zelf kan pushen en kan kijken hoeveel je werpt, is dat geen storend element. De acties die daaruit voortkomen zijn voor een gedeelte om je medespelers te pesten. Lava,
juwelen naar iemands hoofd schieten. En misschien voor iemand gaan staan met je beweging of een beeldje in de weg zetten. Kunnen allemaal vervelende acties zijn. En zelf probeer je natuurlijk een beetje over dat eiland te rennen als eerste die juwelen op te grabbelen die er nog liggen. Of in ieder geval tegen het einde van het spel zo hoog mogelijk te staan. Wel risicovol, want dan is lava heel snel bij je. Maar tegelijkertijd kan dat ook een bak punten opleveren. Maar aan de andere kant is het leuk om elkaar een beetje te dwarsbomen. Die kristallen heen en weer te schieten. Het is grappig dat er allerlei dingetjes gebeuren op dit eiland. En dat iedereen aan het rennen en aan het gillen is. En eigenlijk niet precies weet wat hij aan het doen is. Maar wel probeert punten te scoren. Nou, daar zie ik wel weer de humor van in en het thema in terugkomen. Nogmaals, de vormgeving, de kwaliteit van de juweeltjes, het zakje, het speelbord en alles is prima. Ik vind het alleen jammer dat ze de lavategels een beetje scheef op de dobbelstenen geprint hebben. Maar dat is een kleinigheidje. Maar het spelmechanisme op zichzelf is luchtig. En als je het niet te serieus neemt, kun je er best wel schik mee hebben. Met twee spelers vind ik hem in dat opzicht wat sterker uit de verf komen. Omdat je dan iets minder last hebt van de totale willekeur die soms plaats kan vinden door wat er allemaal op het speelbord gebeurt. En dat alles bij elkaar maakt Calcata wat mij betreft gewoon tot een oké spelletje. Ik vind het niet vervelend om te spelen. Aan de andere kant had er naar mijn mening meer uit dit mechanisme en deze opbouw gehaald kunnen worden als wat er nu gebeurd is. We merken bijvoorbeeld dat de stambeelden heel weinig gebruikt worden omdat de invloed die ze hebben zo beperkt is. De lava kan er meestal wel links of rechts omheen. Dat zijn van die kleine dingen die in mijn gevoel niet helemaal goed uitgekristalliseerd zijn bij het voorwerk. En daarom uiteindelijk heeft Calcata van mij een 6 gekregen. Not Spell and Zolder.